Ik ben Jan Baks, ik ben geboren en getogen in Wernert. 45 jaar in de bouw gewerkt. 50 jaar heb ik een seizoenkort en 50 jaar getrouwd. Maar de laatste 3 jaar heb ik een klein beetje problemen met mijn ogen, die zijn verslechterd. En het zicht is duidelijk minder geworden. Dus ik hoop dat ik kan blijven gaan, maar dat is even een afwachting. Ik heb thuis een adem die hem beschadigd, maar ik zie het slecht meer, want ik geloof niet dat ik nog kan blijven komen kijken. Ja. Daar zit ik wel over te piekeren, ja. Wat gaat het dan worden? Want als ik niet meer kan kijken, ja, dan krijgen we toch een heel andere probleempjes. En ik weet niet wat dan zal gaan worden. Dat is mijn afwachter, denk ik. Heb jij in het ergste geval wel eens gedacht van, nou, als ik helemaal blind word, dan hoeft het voor mij niet? Ja daar heb ik al heel dikwijls over nagedacht, ja. Dan wil ik niet meer leven. Ja, inderdaad. Hoe hebben jouw maten jou geholpen door die moeilijke periode? Heel goed. Wat hebben ze gedaan? Nou, gewoon inspireren om toch te blijven gaan. En ook van, ja, je kunt de club in de steek laten en je laat ons in de steek, bij wijze van spreken. Wat betekent NAC voor jou? Heel veel. Ja. Want als ik kan, probeer ik geen enkele wedstrijd te missen. Ik heb 20 jaar in Rotterdam gewerkt. En ik heb ook zo'n kentekenplaats van NAC die ik ooit gekregen heb van iemand. Ja, daar heb ik wel eens problemen mee gehad. Van die plaat weg of we slaan eruit en uit. Want ze hadden we vlak bij het Feyenoordstadion te renoveren. En wat doe je dan? Laten zitten. Dan eruit en wat eruit. Nee, die blijft erachter. Hé, hey, 50 jaar getrouwd, 50 jaar? Ja. Supporter. Ja. Dat doe je niet veel aan, beide niet. Bij NAC hebben we ook hulpmiddelen om de zijlijn gehoord van mensen met een functiebeperking en slechtzichten. Dus daar kijken we het allemaal naar aan kunnen sluiten. Een speciale tribune voor slechtzienden? Ja, dat bedoel ik. Blinden en slechtzienden? Misschien dat ik daar op terecht kan, dat weet ik niet. Dus maar niet te veel over praktiseren. Maar ja, als je dan ziet in het oogziekenhuis wat patiënten dat er ook... die het eigenlijk nog minder hebben, dan denk ik, ja, ik ben dan 75 jaar, ik heb dan 75 jaar alles kunnen beleven, intens. Ik probeer positief te zijn. Want dan ga je NAC missen natuurlijk. Uiteraard. Als je al die bij zit in het stadion, want ja, het zijn al diezelfde mensen. En die ga je uiteraard ook missen, want ik ben van de week op ziekenbezoek bij Kees geweest in Wagenberg, bij iemand die kanker had. En die ook ja, vanaf 97 naast mij gezeten. Ja, dat doet toch wel iets dat je dan zulke mensen mist. Echt wel.